waar bent u achtergekomen bij uw onderzoek? Wie zijn wij? Wij zijn onze hersenen. Dus alles wat we doen, denken, laten, wordt bepaald door onze hersenen. En de rest van ons lichaam is eigenlijk alleen bedoeld om onze hersenen voor te bewegen. Om ze van voedsel te voorzien, zuurstof te voorzien. En om via onze geslachtsorganen nieuwe hersenen te maken. Wat wordt er allemaal bepaald tijdens de ontwikkeling van de hersenen? Wat bijvoorbeeld vast wordt gelegd in de baarmoeder al is gender. Dat is het gevoel man of vrouw te zijn. En ook de problematiek daarbij, transseksualiteit. Dus kinderen die geboren worden als jongetje en zich vanaf de leeftijd van zo'n 5 jaar weten dat ze geboren zijn in het verkeerde geslacht. En onze seksuele oriëntatie wordt ook vroeg in de ontwikkeling in de baarmoeder vastgelegd. Dus of je homoseksueel bent of heteroseksueel. Of heteroseksueel of biseksueel, ja. Waar zit onze geest? Ik zie de geest als het product van de 100 miljard hersencellen die we hebben. Die werken samen, die zijn verbonden. Ieder hersencel heeft contacten met zo'n 1000 tot 100.000 andere hersencellen. En die hele machine functioneert en geeft als product de geest. En is het te vergelijken met een computer, met een rekenmachine? Of? In vele opzichten is het te vergelijken met een rekenmachine. Hoewel een kleine zakcomputer veel beter rekent dan ons brein en veel sneller. Maar er zijn dingen die onze hersenen weer veel beter kunnen dan zo'n kleine zakcomputer. En waar zijn onze hersenen goed in? Vooral in het herkennen van patronen, dus in het verwerken van beelden, het associëren van informatie. En gaat het ook wel eens mis? Het gaat voortdurend mis. Wat is daar het effect van? Nou, je legt verbanden die er niet horen te zijn. Dat doe je voortdurend. Ons brein probeert steeds maar verbanden te leggen. En die verbanden worden vaak verkeerd gelegd. Kunt u daar voorbeelden van geven? Ach, kinderen die groeien al op met het leggen van verbanden. En leggen hele magische verbanden tussen het maken van 3 voetstappen en een gebeurtenis in de buitenwereld. En dan proberen ze weer 3 voetstappen te maken en denken dat het zich zal herhalen. Daar zijn we op gebouwd. Heeft het ook met geloof te maken, zoiets? In zekere zin wel, want die computer waarmee we dan de hersenen vergelijken, die vormt zich tijdens onze vroege ontwikkeling. En het verschil met de computer is dat onze hersenen zich vormen onder invloed van informatie uit de hersenen zelf, informatie uit ons lichaam, bijvoorbeeld van de geslachtshormonen van het kind, informatie vanuit de moeder. Stoffen die circuleren, voedingsstoffen, maar ook stoffen vanuit de buitenwereld die via de moeder binnenkomen, die hebben allemaal invloed op de zich ontwikkelende hersenen. En dan als het kind geboren is, dan is de sociale omgeving een invloed op die hersenontwikkeling en vormt zich bijvoorbeeld de taal. Je wordt geboren in een bepaalde taalomgeving en die vormt vervolgens de hersenen op zo'n manier dat we Nederlandse circuits hebben. En hoe vormt het geloof zich dan in die ontwikkeling? Nou, het geloof, daar geldt hetzelfde voor als de taalontwikkeling. Die vormt zich in de sociale context, in de sociale omgeving waarin iemand groot wordt. En wordt dan ook neergelegd in feite in de circuits, in de hersenen. En is daar net zoals een taal heel moeilijk uit te halen als je altijd geleerd hebt dat zeg, de wereld zo in elkaar zit als het geloof vertelt. Dan is dat iets wat je voor de rest van je leven in principe wel meeneemt. Het bewustzijn is, kun je onderscheiden in het bewustzijn van de omgeving en het bewustzijn van je lichaam, mm-hmm. van jezelf. En die twee zijn ook afzonderlijk te beschrijven en kunnen ook afzonderlijk het af laten weten. Wanneer je een hersenbloeding krijgt aan de rechterkant van de hersenen, dan zijn er mensen die zich niet meer bewust zijn dat de linkerarm nog steeds een deel van hunzelf is. Ze weten niet dat dat nog bij het lichaam behoort. Dus dat stukje bewustzijn is van jezelf is weg, maar ze weten nog wie ze zijn en waar ze zijn. Sturen wij onszelf met ons bewustzijn? Nee, ik denk dat het bewustzijn achter onszelf aanloopt. We doen dingen en zijn het een fractie van een seconde later het ons bewust.
En omdat we het ons bewust zijn, zullen we de volgende keer dat meeberekenen als we dat en dat doen. Dan zou er wel eens dat en dat de uitkomst van kunnen zijn. Dus dat bewustzijn wat er achteraan hobbelt heeft wel nut, maar voor de volgende keer. Hoe nemen we beslissingen dan? Als een hele complexe computer die gevormd is enerzijds vanuit de genetische basis die gelegd is en anderzijds vanuit de omgeving en de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. We komen in een bepaalde situatie en die computer berekent dan de beslissing op basis van de beste mogelijkheden, de beste kansen. Dus onze hersenen hebben al een beslissing genomen voordat we ons daar bewust van zijn? Ja, het bewustzijn hobbelt wat achter de beweging aan. En daardoor lijkt het net alsof we zelf die beslissing hebben genomen? Ja, daardoor hebben we het idee dat we dat zelf doen. Maar in wezen zijn het onze hersenen die domweg een berekening maakt van alle mogelijkheden en daar de juiste bij uitkiest? Niet domweg, maar wel die berekening maakt. Ja, vrij intelligent. Zeer intelligent, ja. Dus eigenlijk is het bewustzijn en het karakter wordt bepaald door de hersenen. En de ontwikkeling van de hersenen bepalen wat voor karakter en bewustzijn we krijgen. Het karakter waarmee we rondlopen is deels bepaald door de genetische informatie die we van onze vader en moeder hebben gekregen. En wordt vervolgens gevormd tijdens de vroege ontwikkeling in de baarmoeder en de vroege ontwikkeling na de geboorte. En er zijn een hoop dingen die vastgelegd zijn heel vroeg in de ontwikkeling en die tot ons karakter behoren. En de term karakter zegt het al, dat is ingeslepen, dat is niet te veranderen, dat is vastgelegd in de ontwikkeling. Dat is vastgelegd in structuren in de hersenen, in circuits, in patronen. En is iets wat bij ons hoort en bij ons blijft. Maar kan je zeggen dat in die zin alles vast ligt? Je zou kunnen zeggen dat je reacties op bepaalde situaties voor een heel belangrijk deel bepaald worden door het brein wat je hebt meegekregen in die ontwikkeling. En op die manier is het voor een belangrijk deel gedetermineerd, ja. Gedetermineerd betekent dus voorbeschikt, zeg maar. Dus dat je daar zelf weinig... Ja, niet voorbeschikt door iemand, maar het volgt uit de genetische informatie plus de hersenontwikkeling die we hebben doorgemaakt. In hoeverre ben je dan verantwoordelijk voor je eigen daden? Als je niet echt een vrije wil hebt en er is sprake van determinisme. Ja. Nou, je kunt je afvragen als je beseft dat de mate van agressie waarmee je geboren wordt voor een belangrijk deel bepaald is door de genetische verschilletjes die we allemaal hebben. Die we dus hebben gekregen van onze vader en moeder. En vervolgens bepaald is door de omstandigheden in de baarmoeder. Zoals de moeder rookt tijdens de zwangerschap, dan heb je meer kans op agressief en crimineel gedrag van het kind. En zo zijn er veel factoren, ook de spiegels van de geslachtshormonen vroeg in de ontwikkeling en later in het bestaan zijn belangrijk voor het niveau van agressief gedrag. Dus je kunt je afvragen hoe moreel verantwoordelijk dat wij zijn voor onze daden in de zin van onze delicten. Neemt niet weg dat je natuurlijk toch wel kunt straffen. Ook als je iemand niet moreel verantwoordelijk stelt, dan kun je zeggen, jij hebt dat gedaan, ik straf jou. En dan hoop je dat de volgende keer ook die straf wordt meeberekend in door de computer. Het brein. Ja. En dat is dan een van de factoren die mee gaat tellen in de beslissing. En bij sommige mensen helpt dat en bij anderen niet? Ja, er zijn mensen die kun je straffen wat je wil, maar daar helpt het absoluut niet. En er zijn mensen die één keer iets stoms doen en gestraft worden en voor de rest van hun leven weten dat ze het niet meer moeten doen. Ja, als we een tijdje teruggaan, vele honderdduizenden jaren teruggaan, in de tijd dat de mensen in de savanne leefden, in groepen waar er net genoeg voedsel was voor een groep om te overleven, dan was het natuurlijk uitermate bedreigend als er een andere groep in de buurt kwam. En die groep die moest geëlimineerd worden. En agressie heeft wat dat betreft een enorm evolutionair voordeel gehad. Discriminatie natuurlijk ook. Want de anderen
die deugen niet. De anderen, daar moet je korte metten mee maken. En die groep moet zichzelf herkenbaar maken als groep. En religie, alles wat er omheen zit met het met uiterlijke kenmerken en met de rituelen, maakt de groep herkenbaar, maakt het tot groep. En de groep kan zich als groep ook sterker en zekerder voelen en heeft als zodanig een belangrijk evolutionair voordeel.